De Vuurvallei. Tekst en tekeningen Maan Klaassen 2021. Er waren eens twee jongens. De ene heette Maan en de andere heette Guido. Ze groeiden en groeiden totdat ze allebei 28 jaar waren en gingen werken als detective. Alle raadsels werden opgelost door Maan en Guido. Op een dag zei Guido: even kijken in het archief welk raadsel we nog niet hebben opgelost. Holy moly, zei Guido. Wat is er, Guido? Vroeg Maan. Kom zelf maar eens kijken, zei Guido. Maan liep naar het archief en zei: what the heck, dit is gezichtsbedrog. Oh nee hoor, dit is echt waar wat je leest, zei Guido. Ik bestel direct een vliegticket. Zo gezegd, zo gedaan. Een half uur later waren ze op het vliegveld en Guido zei tegen Maan: vaarwel Maan, ik denk niet dat we dit mysterie gaan redden zonder dood te gaan. Ach, doe niet zo dramatisch, Guido, zei Maan. Na een lange vlucht waren ze eindelijk in Australië. Dit wordt spannend, zei Maan. Guido, heb jij de camera wel meegenomen? Jazeker. Kijk maar in mijn detective-tas, zei Guido. En hij maakte wat foto's van de natuur. Laten we maar snel een hotel boeken, zei Maan. De volgende dag gingen ze op pad. Na uren rijden gingen ze hun kamp opzetten. Guido maakte een vuurtje en zei: wat heb je meegenomen om te eten? Dat moet ik eventjes kijken. Oh ja, ik heb het. Tomatensoep. Dat eten we, zei Maan. De volgende dag werden ze wakker en gingen ze verder met hun reis. Kijk, daar is het. De Vuurvallei. Nou pak je parachute en jump. Woehoe! Bam! Oh, dat deed pijn, zei Guido. Opzij Guido, holy moly. Kijk uit, een vuurdraak. Wachtwoord, vreemdelingen, zei de draak. Vuur, zei Guido. Maar, dat is goed, zei de draak. En hij liet hen door. Wat is uw naam? Mompelde Maan. Mijn naam is Vuurhoofd de Derde. Maar noem me gerust Vuurtje, zei de draak. Dat praat wat gemakkelijker. Oké, waar willen jullie heen? Wij willen, The Portal of Fire, mompelde Guido en zette een stapje achteruit. Dat is een weg rechtdoor. Oké, bedankt Vuurhoofd de Derde, zei Maan. Noem het toch Vuurtje, zei de draak. Maan, jij mag voorop. Nou, dank je Guido, ik ga wel voorop. Nou, tel ik af. Op drie, ja? Ja, zei Guido. 1, 2, 3, spring. Plop! Auw, schreef de Maan. Een berenval. Wie heeft die hier neergelegd? Ik, hè? Hoor je dat? Vroeg Maan. Ja, zei Guido, dat hoorde ik. Ah, schreef de Maan. Een vuurmonster. Cool, een vuurmonster. Waar is de camera? Vroeg Guido. Wat is uw naam? Vroeg Maan aan het vuurmonster en zette een stapje achteruit. Mijn naam is Bromber 15. Ik ben 1,67 miljoen jaar oud en dit is mijn vriend Ruben. Ik heb hem 9 jaar geleden gevonden. Hij was verdwaald in de woestijn en ik heb hem gered. Mooi verhaal, Bromber, zei Guido en hij maakte een foto. Flits! Ik heb een vraag, zei Maan. Wij zijn op zoek naar de Weather and Lava River. Kijken of die rivier echt bestaat. Ja, die staat recht voor je neus, zei Bromber. Kijk uit, daar is Danny Phoenix, mijn ex-vriend. Nou, ik maak wat foto's, Guido, zei Maan. Na een lange reis terug waren de twee detectives terug in Heithuizen.
en kregen ze eindelijk vakantie. Waar gaan we heen? Vroeg Maan op een dag. Wat dacht je van Tunesië? Vroeg Gaido. Oh ja, leuk, zei Maan. Lekker warm is het daar. Oh, zonder een vuurvallei.